Kijk, dit is natuurlijk sowieso al koken van niks. Maar ik ben vooral gewoon benieuwd of het lekker gaat worden. Terug van weg geweest. En dat kan toch niet vegan. Ik ben Marije en ik ga in deze videoserie gerechten maken of producten die echt super ontzettend vlees of van dierlijke producten zijn. En die ga ik veganizen. En dan denk je, nou dat kan toch niet? Nou, kan dus wel. Laten we het hopen in ieder geval. Vandaag ga ik een vegan... Ik durf het gewoon eigenlijk niet te zeggen. Een vegan pasta carbonara maken. En ik mag het eigenlijk niet zo noemen. Want iedere Italiaan gaat mij nu echt in elkaar rammen. Hoe ik dit ga maken. Want er is natuurlijk niks. Er blijft gewoon niks over van de traditionele Italiaanse kunst van het koken. Hier alvast mijn excuses. Ik vind het altijd mooi, hè? Als je hun eigen dingen echt helemaal op z'n kop gooit. Ja, dus echt sorry. Oké, wat we nodig hebben is plantaardige boter, pasta, eivervanger. Dit zijn spekjes die ik nog over had. En vegan mozzarella. Nou, dit is natuurlijk... Mozzarella. 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 Skitterend. Kijk, dit is natuurlijk sowieso al koken van niks. Maar ik ben vooral gewoon benieuwd of het lekker gaat worden. En misschien zou het zomaar een gerecht kunnen zijn wat je, nou ja, als je echt geen zin hebt om te koken en toch iets vegans wil en echt comfort food of zo, dat het misschien wel vet lekker is. Je weet het niet. Mocht je nu denken, nou, Marije maakt zich er wel heel makkelijk vanaf. Vroeger werden er nog kipfilets van grapefruit gemaakt en biefstuk van meel. Volgende week ga ik iets heel anders doen. Ik ga ei maken van pompoenpitten. Wat? Ik dacht dat je kikkervisjes of zo had. Oké, wat we gaan doen is olie in de pan. Makkelijker kan ik het niet maken. Olie, ik zeg... Ik wil zeggen, wat gaan we dan met de boter doen? We moeten weer even inkomen, jongens. Oké, hier gaan we voor zo de spek inbakken. Vervolgens zetten wij een pannetje water op. Joggingbroek, joggingbroek, jogging all the way. Hoe lang heb je die broek nu aan? Sinds maart ongeveer, denk ik. Ja. Dan ga ik de ei voorbereiden. Ik zie dat je lekker voorbereid bent. Het gaat allemaal zo soepel. Nou, ondertussen gooi ik de spekjes in de pan. Zodat die lekker... Oh, ik sta niet hoog. Ik voel me al af waarom je zo laag had gezet. Lekker aan kunnen bakken. En het plastic recyclen we natuurlijk. Dit kun je natuurlijk op heel veel betere manieren doen, zodat je geen klontjes krijgt. Ik ben gewoon helemaal zenuwachtig, omdat er mensen naar me kijken. Dus ik vergeet al mijn trucs. Gordon Ramsay die je bent. Ja. Max, heb je al een beetje trek hierin? Ik heb wel trek. Vooralsnog parkeer ik hem daar even. Niet zo inzoomen hierop. Nou, we hebben curry gemaakt. Pompoensoep of zo. Een geprakte banaan. Wat overigens een uitstekende eivervanger is, banaan. Oh ja? Bijvoorbeeld in cake. Pannenkoekjes. Heb je helemaal geen cake nodig? Je hebt helemaal geen cake nodig. Nee. Je hebt helemaal geen banaan nodig in cake. Hoe zou je je haarkleur omschrijven op het moment? Een soort vegan versie van roze. Het lijkt erop, maar het is het niet. Emo kid dat maar geld had voor één keer. Oh ja. He was a skaterboy. Oh, ik ben een van mijn vegan. Dat wilde ik echt wel vroeger gaan worden. Wat een shitwerk is dit, zeg. Maar het resultaat is er dan ook wel naar. Gelukkig weten mensen wel een beetje dat ik een beetje kan koken uit de Wat bakken we ervan serie. Is dat de take-out die mensen daaruit hebben gehaald? Ik weet niet of dat... Voor mij zijn we nu een beetje rewriting history. Dit is best wel dikke substantie. Zeg maar, dat klopt. Ben je nu aan het substantie shamen? Het water kookt, dus we gaan de spaghetti erbij doen. Het is geen spaghetti. Oh, wat erg. Zeg ik dat ook nog verkeerd? Linguine. Oh. Linguine is het. Lekker hoor, linguine. Is dat wat je officieel hoort te gebruiken voor carbonara of is dit gewoon wat je had?
Dit is wat ik had. Oké. Okay. Hashtag verspillingsvrij. Hoppatee. Past dat goed, denk je? Kom op, zeg chef. De eerste van het seizoen was zo lekker. Die focus die je hebt is vooral goed. Je bent zo lekker scherp bezig. Gewoon terug hangen, hè? Fix Max wel. Ja. Dit is eigenlijk zo ontzettend. Dat als be like. Lekker koken. Ik heb gewoon alleen maar pakjes en zakjes gebruikt. Nul echte ingrediënten. Lekker vers koken. Alles uit plastic. Oké, nu gaan we afgieten. Maar we gaan een beetje kookvocht bewaren. Om thee van te zetten ofzo. Letten we nog op, mensen? Wij allemaal wel. Jij bent de enige die niet oplet. De pasta gaat erbij. Gaat er verraste kaas bij. Dit is mozzarella, maar je hebt natuurlijk eigenlijk Parmezaanse kaas nodig. En nu gaat het ei erbij en we moeten natuurlijk goed roeren, zodat het niet stolt. Oh, ik ben zo benieuwd. Nou, het stolt wel. Oh ja, kookvocht! Ah. Jezus. Misschien moeten we het toch gaan renamen naar in plaats van dat kan toch niet vegan. Is toch, dat kan Marije toch niet vegan. Nou, dit is dan het resultaat. Een blob. Het is heel lekker. Really? Ja. Gewoon, dat is gewoon de clear-cut conclusie. Het is heel lekker. Ja. Mm-hmm. Het is niet carbonara zoals je... Weet je wat het is? Ik heb al zo lang geen pasta carbonara gegeten. Dus ik vind het heel moeilijk te vergelijken. Maar het is wel comfort food en het is wel lekker. Ik denk dat het tijd is voor de... De nuchtere Nederlander test. Spannend, spannend, ik vind spannend. Het is best wel geinig uitzien, eigenlijk. Ja? Het mist wat peper en zout nog, denk ik. Ja, hè? En ik vind het verder heel erg eens met jouw oordeel. Het is best wel lekker. It hits the same spot als een pasta carbonara. Maar het is geen pasta carbonara. Maar jij vindt alles lekker met boter en saus. Dat vindt iedereen. En daarom zijn we met z'n allen veel te dik. Cijfer? Als carbonara een 5. Als gewoon lekker gerecht wat echt... echt fijn is, toch wel een 7,5. Not too shabby. Ja, ik kan niet anders concluderen dat als je een ongezond, makkelijk, maar wel lekker gerecht zoekt, ja, dan is dit best wel een idee om na te maken. Volgende week dus pompoenpitten van ei. Stay tuned. Doei! Maar jij bedoelt natuurlijk ei van pompoenpitten, maar weet je... Wat zei ik? Pompoenpitten van ei. Ga je van ei pompoenpitten maken? We gaan iets dierlijks proberen vegan te maken. Het is klaar.